Het Nederlands team speelt morgenavond op 8 uur hier op dezelfde veld tegen Chinese Taipei. En woensdag ook om 8 uur tegen Venezuela. Toen is aan de lijn. Van harte welkom. Tegen Japan. Helaas, met 8-0 verloren. Wat was je verwachting toen je de wedstrijd in? Nou, het was als eerste wel een zware tegenstander, want ze zijn wereldkampioen geworden. Ja. Maar we konden altijd nog sterker. Maar het is niet goed. Ja. Maar hoe ben je de wedstrijd? Wel met een goed gevoel. Ja. Ja, ik vind jullie heel ontspannen. Zo zag het uit. Lekker ontspannen kopjes. Heb je dat verkeerd gezien? Of voelde je ook echt zo? Nee, ik voel me wel. Ik denk wel dat het hele team zich ontspannen voelde. En ja, zo zijn we eigenlijk, ja, dat is wat we gezegd hebben. Relax spelen. Niet veel druk, zeg maar. Hey, jullie zijn eigenlijk heel erg gegooid in het toernooi. Gisteren ook, in China. Waar je misschien van hebt verwacht ook een mogelijkheid van daar is. De derde inning geloof ik 4-0 kom je op achterstand. Ja, dan draait de wedstrijd helemaal op. Wat gebeurt er dan in de koud? Nou, ik denk ten eerste dat we gewoon positief zijn gebleven. Dat wel gewoon heel erg belangrijk is. En ja, wat gebeurt er dan in de koud? Ja, het draait eigenlijk helemaal om. Ik zit eerst even een dipje en zo, maar iedereen blijft wel gewoon positief. En ja, komt toch nog in zo'n wedstrijd terug. En dan, eigenlijk win je dan ook echt dik van China. Wat eigenlijk niet echt. Ja, het gevoel is het moment van het veld af. Ik weet niet of jullie hier voor gisteren ook hetzelfde gevoel wat je gisteren had gedaan. Gezien bij je, er zijn nog voorwedstrijden. We speelden dit met dinsdag en woensdag. Twee. Ja. Maar de wedstrijd de volgende ronde, Ja. En wat is je verwachting verder van het doel? En nadat je Japan zo mee hebt gemaakt. Ja, we hebben dus morgen een Chinese Taipei en dan woensdag Venezuela. Daarvan proberen we er denk ik nog één te pakken sowieso. Ja. Dan worden we waarschijnlijk derde in de pool. Dan spelen we waarschijnlijk tegen Puerto Rico. En die moet dan ook te winnen zijn, denk ik. Mm-hmm. En dan, maar ja, ik kan niet te ver vooruit kijken. Nee, dat gaat lijkt bij iedere wedstrijd. Ja. Ja, straks lekker ontspannen, slapen. Morgen vroeg laten zien jullie weer. Nou ja, normaal gesproken is 9 uur voorbij, maar waarschijnlijk later wordt het vandaag. Ja, slapen. Iets uitgekijkt. Ja. Voor jullie is het allebei eigenlijk een thuiswedstrijd. We spelen allebei bij Pittsburgh Tigers. Hoe voelt dat? Ja, geweldig eigenlijk. Je speelt ja, gewoon op je eigen veld, je eigen publiek, alles is gewoon je eigen. Zorgt dat voor meer zenuwen, omdat er meer bekenden zitten? Nou, nee, eigenlijk niet. Nee. Wat erg om te gaan winnen, want al het publiek staat voor je. Ja. Staat ja, voor jou, voor ons. Ja. Want ik vind je fan van de sfeer. Ja. Zoveel publiek bij onze wedstrijden, ja. Niet verwacht eigenlijk. Jullie zijn best met een volwassen publiek met jullie al staan. De meeste meiden zijn 18 en 19. Ja, wat hierna? Ik weet dat je niet te ver wil kijken. Dit is je laatste jaar Jong Oranje. Nee, volgend jaar. Oké. En de andere meiden, wat zit je daarmee? Nou ja, er is nog wel een redelijk grote groep van 89 en even kijken, 90. Mm-hmm. En dan, ja, er zijn natuurlijk een aantal meiden die al 88 zijn geworden. Dan, ja, die gaan volgend jaar. Ja. Dus je hebt eigenlijk al naar dit moment toegebouwd en je kunt nog langer met deze basis. Nou, ik wens jullie nog heel veel succes voor het toernooi. Wij gaan kijken. Ja. We zijn dan nog steeds trots. Dankjewel voor het begin.